Met wie rijd jij de Zesdaagse in Rotterdam? Met mijn oom Danny Stam. En waarom met je oom Danny Stam? Ja, omdat we dat allebei heel graag wilden en dat het gelukkig mogelijk is dankzij de sponsors. En ja, dit was de laatste mogelijkheid, dus ik denk zeker dat we daar spijt van hadden gehad als we dat niet hadden gedaan. Jullie hebben nog nooit eerder samen gereden, toch? Nee, wel heel veel getraind, maar nog nooit een wedstrijd samen gereden. Wat mogen we van het koppel, van jullie koppel verwachten? Ik hoop veel. We gaan zeker voor het podium. Danny heeft, zolang de Zesdaagse daar is, altijd op het podium gestaan, denk ik. Dus dat wil ik niet onderbreken, die reeks. Van wie verwacht je de meeste concurrentie? Ik denk toch wel Terpstra Keizer weer. Die wonen ook vrij oppermachtig in Amsterdam. Dus ja, die rijden weer samen en daar verwacht ik wel veel van. Wat is het bijzondere, wat is het speciale van de Zesdaagse van Rotterdam? Vele publiek, de sfeer die daar hangt. Dus, als ik daar 2-3 jaar terug nog op tribune zat, dan zat je te genieten als jongen. En nu rij je daartussen, dat is wel heel mooi. Voor jou bijzonder, want je rijdt met je oom en hij neemt afscheid. Is dat heel bijzonder? Ja, ook wel heel vreemd, denk ik. Want wat ik net zeg, ik zit eigenlijk al zolang als de Zesdaagse daar is, zit ik op tribune te kijken. En Danny doet altijd mee en Danny doet altijd mee voor de overwinning. En na dit jaar doet Danny niet meer mee. Dus ja, ik weet niet hoe dat zal zijn, maar het is wel raar, denk ik.